Ik kan niet eens meer normaal denken. Ik heb eten. Ik heb pasta met kikkererwtenpasta. Nu voelde ik zeg maar echt dat hij zo inderdaad wat mensen soms zeggen. Dat hij tegen mijn hersenen aan zit te poeren. Goedemorgen. Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en... Nou, voor de mensen die mijn vorige weekvlog hebben gezien, ik zit op dit moment in quarantaine. In ieder geval tot en met woensdag, omdat er een klasgenootje van mij positief is getest op corona. Dus ja, we zitten met de hele klas nu binnen, dus dat is wel een beetje sad. We hebben vanochtend online ballet gehad. Dat ging niet heel goed, want ik heb hier gewoon niet genoeg ruimte daarvoor. Bij elke beweging stootte mijn voet ergens zich aan en nou, ik heb dus ook niet de hele les meegedaan, maar ik heb wel gewoon de hele les gekeken en dat, nou ja, dat helpt ook. Maar goed, ik zit dus lekker in quarantaine. Zelf heb ik helaas ook lichte klachten. Ik hoest een beetje en ik heb gewoon een heel klein beetje een snotneus. Maar niet echt dat ik zeg ik voel me ziek of ik ben verkouden of dat. Maar ik hoest wel. Dus het is wel gewoon een teken dat ik me wel moet laten testen. Mijn coronatest heb ik over een half uurtje. Ik ga over 10 minuten weg. Gelukkig kon ik gewoon in Tilburg terecht. Dus dan kan ik gewoon lekker op de fiets. Dus daar ben ik heel blij om. Dus ja, ik mag zo meteen eindelijk heel eventjes de deur uit. Kan ik in ieder geval even mijn vuilnis beneden weggooien. Dat is heel fijn. En ja, ik heb al een keer eerder een test gedaan. Dus ik weet al een beetje hoe het gaat. En ik vond het heel erg meevallen de vorige keer. Maar ja, alsnog heb ik er niet echt zin in natuurlijk. Het is nooit leuk om een stokje achter in je keel en achter in je neus te krijgen. Dus hè, ik heb er niet echt zin in. Maar ja, ik hoop maar gewoon dat het negatief is. Dat. En ik heb vandaag nog een paar online lessen. Ik heb nog een gesprek. Met de studiebegeleider en ik heb ook nog liedinterpretatie vanavond. Ik kom mijn dagen op zich wel door en het is toch rot weer. Dus als ik naar buiten kijk denk ik nou ook niet echt van, dat had ik graag buiten willen zijn. Maar ja, ik ga in ieder geval de test niet filmen, want ik weet dat je daar niet mag filmen. En buiten dat vind ik dat ook helemaal niet chill. Wil ik helemaal niet. Dus ik laat zo meteen wel even weten hoe het is gegaan. I survived. Ik ben weer terug. Ik moet even een beetje bukken, want dit statief is zo laag. En als ik ga staan dan zien jullie me niet meer. Maar goed, ik heb het overleefd. Het was dit keer wel echt, nou, 100 keer vervelender dan de vorige keer. In mijn keel moest ik kokhalzen. Ik weet niet, het ging gewoon niet. Het ging ook gewoon niet zo goed, ik weet niet. Terwijl ik was best ontspannen, dus ik weet niet wat er misging. Maar goed, maakt niet uit. Dat duurt natuurlijk heel kort, dus dat is op zich prima. En in mijn neus ging hij nu echt na. Ik voel mijn gevoel echt 10 keer zo diep als de vorige keer. Nu voelde ik zeg maar echt dat hij zo inderdaad wat mensen soms zeggen. Dat hij tegen mijn hersenen aan zit te poeren. Want ik kreeg helemaal een soort hoofdpijnaanval. Dus het was niet echt heel chill. Maar goed. Het duurt echt allemaal maar 3 seconden. Dus het is wat dat betreft echt wat te doen. Maar ik ben blij dat het weer voorbij is. En ik ga nu even lekker een tosti maken. Het is tijd om mijn kamer te stofzuigen. En om het voor het eerst in mijn leven te gaan dweilen. Ik had ergens niet zo goed over nagedacht. Heel enthousiast idee om te gaan dweilen, maar ik heb niet eens een dweil. Ik dacht dat ik dat wel had, dat ik heb wel een dweilemmer, maar ik heb geen dweil. Dan kan ik ook niet dweilen. Ja, ik kan met een doekje over de grond gaan, maar dat vind ik te veel werk. Dat gaan we niet doen. Maar ja, ik heb wel mijn hele kamer nu stofgezogen, dus dat scheelt ook al. Dus ja, niet dweilen. Dan moet ik eerst eens een keertje een dweil kopen. Nou... Mijn leven at the moment. Kiwi erbij en gaan met die banaan. Met die kiwi. Zo flauw. These realizations. We treat life like it's a series. All the notes that I made for this video were written when I went through a breakup this summer. And I sat in bed for a week and I cried. And I didn't do anything productive. Very herkenbaar. And I hated that even though I needed to process that emotion, I still felt so much guilt for just doing nothing for a week. I hate it. And it's like lamenting in emotion, which is literally like what the human experience is about, like getting to have emotions. How have we conditioned ourselves to think that that's a waste of time? Better to push away feeling and do now. Do you... Nou, ik heb net online liedinterpretatie gehad. Ik vond het vreselijk. Het is niet vreselijk, maar ik vind hier zingen gewoon niet chill. Omdat ik gewoon weet dat iedereen me hier kan horen. En dat vind ik gewoon heel... Dat vind ik gewoon niet fijn. Dus, nou ja. Verder ging het best goed hoor. Ik heb gewoon wel goed gezongen volgens mij. Maar ja, het spelen vind ik ook niet zo chill in mijn kamer. Want ik weet niet, dan zit je zo voor je laptop te spelen. Ik vind dat gewoon niet fijn. Maar
ja, dat ben ik persoonlijk. Ik heb liever gewoon dat ik gewoon in de klas lekker met de mensen. Maar goed, wel hele chille tips gekregen waar ik iets mee kan, dus. Ja. En nu ga ik eten maken. Daar heb ik echt heel veel zin in. Oh, ben ik enthousiast. Doe eens normaal. Ik ga Mexicaanse burritos maken. One of my faves. Goedemorgen. Of nou ja, eigenlijk best wel een slechte morgen. Ik heb echt al 2 slapeloze nachten gehad. En ik ben kapot. Ik ben echt helemaal kapot. Ik ga vanmiddag denk ik maar even mijn slaap bijslapen, want ik ben zo moe. Dat komt dus door geluidsoverlast wat ik hier heb. En dat is nu sinds een paar dagen zo. Ik moet daarvoor aan de bel gaan trekken. Maar het probleem is, ik kan mijn huis nu niet uit. Dus ik merk ook dat ik er heel chagrijnig over ben. Maar goed, ik moet eerst mijn testuitslag afwachten en dan kan ik gewoon even aan de bel gaan trekken, want ik ben er echt klaar mee. Ik slaap echt al 2 nachten niet. Of in ieder geval weinig. En dat nekt me. Ik heb hoofdpijn, ik ben moe. Nee, het is gewoon even klaar. Dus nou, ik heb nu over 3 minuten even pianoles zonder piano. Oh, rot ook, rot. Dit is natuurlijk veel te laag. Kom maar. Ik heb eten. Ik heb pasta met kikkererwtenpasta. Ik wilde even laten weten dat ik vandaag mijn uitslag heb teruggekregen en dat ik negatief ben getest op corona. Dus dat is heel fijn. Ja, verder zit ik nog wel tot vrijdag binnen, want het heeft de school besloten dat we gewoon allemaal nog tot vrijdag geen les hebben. Dus we gaan pas maandag weer live lessen krijgen. Dus ik ben wel blij dat ik negatief ben, want dat betekent wel dat ik de deur af en toe tenminste uit mag. Ik heb nog steeds last van hoesten. Maar ja, dan is dat waarschijnlijk gewoon een soort verkoudheidje of nou ja, iets wat op mijn hoest is geslagen, zeg maar. Verder heb ik vandaag vooral online les gehad en niet zo heel veel gedaan verder. Ik ga wel proberen om straks nog even wat nuttigs te doen aan school. En dan ga ik denk de hele avond Harry Potter kijken of Netflix. Ik ben wel echt klaar met deze dagen. Ik wil gewoon weer mensen om me heen. Dat is vooral wat ik wil. Ik word helemaal gek van het alleen zijn, maar goed. Oh, ik kan niet meer. Och, och, och. Goedemiddag. Het is vandaag donderdag. Helemaal niet. Het is woensdag. Ik kan niet eens meer normaal denken. Ja jongens, ik heb er vandaag al 3 online lessen op zitten. Of nou ja, lessen, gesprekken. Ik heb om 9 uur zangles gehad. 9 uur. Was leuk. Nee, was wel echt chill. Ik keek er heel erg tegenop om 9 uur 's ochtends. En ook gewoon omdat, ja, als ik hier thuis ben, ben ik toch bang dat ik iedereen wakker maak. Dat zal ook vast gebeurd zijn. Maar ja. Nou ja, uiteindelijk is het maar 3 kwartier van de dag. En de rest van de dag ben ik echt mega stil hier volgens mij. Dus dat scheelt. Daarna had ik spreekstem en daarna nog een SLB gesprekje. En nu ben ik dus klaar met alles van school vandaag. En ja, het ding is, we zijn nog van een paar uitslagen aan het wachten. Van mensen van mijn school die hebben getest. En als die mensen negatief zijn, dan kan ik gewoon weer mensen zien. En dat is echt iets waar ik echt behoefte aan heb. Ik ben gewoon een beetje done met het alleen zijn. Super. Goede. Ik weet niet wat het is. Ochtend of middag, ik heb echt geen idee. Het is vandaag vrijdag en ik heb gisteren eigenlijk niet gevlogd, bedacht ik me net. Maar goed, ik heb gisteren ook echt niet zo heel veel gedaan. Ik heb weer gewoon online lessen gevolgd. En ben daarna wel de stad in gegaan, maar ik heb niks gekocht. Ik ging gewoon even de stad in om gewoon even naar buiten te gaan. Want ik zit al een hele week binnen. Dus het was gewoon even een goed idee om gewoon even een rondje te doen. Dus ik ben wel winkels in geweest, maar ik heb niks gekocht. Omdat ik heb van de week al nieuwe schoenen besteld. Die hopelijk dit weekend binnenkomen. Ik hoop het echt heel erg. En ik ga binnenkort mijn haar weer laten verven. En dat kost ook best wel geld. Dus ik moet even een beetje op mijn geld letten nu. Dus ik heb niks gekocht. Wat ik heel erg knap vind van mezelf. Ik ben er een beetje klaar mee. Ik wil heel graag weer naar school. Ik wil gewoon heel graag studeren op school. Want ja, ik kan hier wel zingen. Maar ik voel me er gewoon niet prettig bij. Omdat het gewoon best wel gehoorig is hier. En ik vind het gewoon vervelend als dan mijn buren ook met dingen bezig zijn. En ik dan door hun heen ga blaren. Ik hou daar gewoon niet van. Daar word ik gewoon zenuwachtig van. Maar ja, wij mogen tot maandag niet naar school. Oké, dus. Ik heb de hele dag eigenlijk zang gestudeerd. En dan voornamelijk op de tekst en op de nootjes. Omdat ik hier gewoon niet zo hard wil zingen. Maar ik dacht, misschien is het een keertje leuk als ik laat zien met wat voor repertoire ik bezig ben. Dus daarmee bedoel ik te zeggen wat ik op dit moment allemaal in mijn zangles zing. Dit is misschien minder interessant voor mensen die niet zo in musical repertoire thuis is.
Maar ja, het leek me wel leuk om een keer te laten zien. Want er zijn vast ook kijkers die naar mij kijken die wel daarin geïnteresseerd zijn. Dus ik dacht, ik laat het gewoon even een keertje zien. Dus ja, het is best wel veel op dit moment. Ik heb nog niet alles in de zangles gedaan, maar ik ben wel veel aan het studeren. Zodat ik veel nummers in mijn hoofd krijg, zeg maar. Dus ik ga het nu even laten zien. Oké, ik heb hier een hele stapel bladmuziek met alles wat ik nu aan het studeren ben. Nou, als eerste I Dreamed a Dream van Les Miserables. Die studeer ik nu in het Nederlands. Dan Dan How Could I Ever Know uit The Secret Garden. If I Loved You uit Caras... Jezus, ik kan echt niet praten, wat erg. Oké. If I Loved You uit Carousel. I'm Not Afraid uit Songs for a New World. Echt een van mijn lievelingsnummers ooit gewoon. Astonishing uit Little Women. Ook echt geweldig. Nothing Stops Another Day uit Ghost. Maar dan studeer ik deze nu in het Duits. Maybe I Like It This Way van The Wild Party. Dit is een kwartet die wij voor het lunchconcert heel misschien gaan doen. Dat is de opening van Songs for a New World. Echt ook echt een van mijn favoriete nummers ever gewoon. Dus echt heel excited om dit te gaan zingen. Met drie klasgenootjes. En So Anyway. Maar dan in het Nederlands van Next to Normal. En dit is nog niet alles, want ik studeer ook nog Don't Rain on My Parade. En ik wil Always Better van Bridges of Madison County nog doen. Dus dat is wat ik nu allemaal aan het studeren ben. Dus het is een hele stapel. En er komt waarschijnlijk binnenkort nog wel veel meer bij. Dus lekker bezig. Nou ja, dit zal voor jullie wel eens heel veel klinken, maar het is ook veel. Maar ik zit nu natuurlijk in mijn derde jaar van mijn studie, van muziektheater. En dan, ja... Nu is het gewoon eigenlijk nog harder werken. Je stem is al iets meer ontwikkeld, dus je kan gewoon net even iets meer. En daardoor ga je ook sneller al het repertoire langs. Dus en we hebben ook liedinterpretatie. En voor liedinterpretatie kan je ook weer ervoor kiezen om andere nummers te doen dan in je zangles. Dus ja, zo ben je wel even bezig met heel veel nummers studeren. Maar het is natuurlijk goed als je straks gewoon een hele lijst met nummers kan zingen. Want dat is natuurlijk hartstikke handig voor audities. Dus dat is top. Dit is een beetje wat ik aan het doen ben nu. Dus dan weten jullie dat ook. Hi, het is inmiddels zondag. En ik heb het hele weekend... Nee, dat is niet waar. Ik heb gisteren nog wel een stukje gefilmd. Maar verder niet. Mama is hier geweest dit weekend. En ik was gewoon lekker met mama aan het genieten. Dus ik heb gewoon niks gevlogd. Maar ik heb wel genoeg aan jullie te laten zien. Want ik heb geshopt met mama... Volgens mij zei ik letterlijk deze week nog in de weekvlog dat ik niks wilde kopen. Mislukt. Als eerste deze twee kussens van de Primark. Die groene had ik al, maar ik wilde gewoon nog wat extra kussens voor op mijn bank. Want ja, anders is het ook zo saai. Dus ik heb deze twee. Eigenlijk waren het er twee van deze, maar ik heb een ander hoesje om die gedaan. Komt ook van de Primark trouwens. Dit was bij elkaar 13,50. Dan waren we ook naar de intratuin geweest. Daar heb ik deze super mooie cactus gekocht. Er zit wel iets aan. Dat er even af moet. Nou ja, deze super mooie cactus. Ja, hij kostte echt maar 4 of 5 euro. Wat ik echt niet zo heel duur vond voor zo'n mooie cactus. En best wel groot. Dus ja, helemaal leuk. En dan heb ik ook dit leuke mandje erbij gekocht. Die was 3 euro. Ja, zo'n bol gekocht. Die kan je in je plant zetten met water erin. En dan... Ja, dan geeft hij geleidelijk water. Dus het is super handig voor als je weg bent. Bijvoorbeeld, ik ga volgende week wel weer naar huis omdat het dan vakantie is. En dan kan ik deze erin zetten en dan heeft mijn plant toch nog water. En dit is plantenvoeding. Ja, dat wordt dan langzaam door de plant opgenomen. En dan heeft je plant voor 180 dagen of zo voeding. Zoiets. Dit was de verpakking ervan. Voor als je het zelf ook wil hebben. Dus dat... Ik werd even onderbroken, dus ik ben nu weer terug om mijn verhaal af te maken. Ik was als laatste bij de intratuin. Nou, dan heb ik nu nog iets. Voordat ik het vergeet, mijn baby. Dit is mijn nieuwe knuffeltje, maar het is eigenlijk een kruik. Er zit een kruik in. En ik ben er echt zo blij mee. Oh mijn god, ik heb er vannacht zo lekker mee geslapen. Dus ja, lekker een warm kruikje voor in bed. En dan als laatste... Mijn nieuwe baby's. Ik heb dus nieuwe Dr. Martens. En ik vind ze fantastisch. Kijk,
Er zit een klein subtiel glittertje in. Of nou ja, subtiel. Het is niet heel subtiel, maar nou ja, er zitten glitters in. En ik vind ze echt geweldig. Ik vind ook in combinatie met die zilveren ringetjes vind ik echt prachtig. En buiten dat zitten ze ook echt mega lekker. Want ze zijn dus van Suède. Van binnen. Dus nou echt, nou, geweldig. Ik ben er echt heel blij mee. En deze heb ik gekregen voor mijn verjaardag van mama. Want ik ben over 2 weken jarig. Dus een vervroegd verjaardagscadeautje. Dus echt, ja, mega blij mee. Maar het beschamende hiervan is dus dat ik vorige week ook al tweedehands Dr. Martens heb gekocht. En ja, dus ja, ik had deze schoenen aan in de winkel en ik dacht echt, ik kan dit gewoon niet maken. Ik heb letterlijk vorige week nog nieuwe Dr. Martens gekocht. En ik heb het geteld, dit is mijn 6e paar Dr. Martens. Ja, het is echt niet oké. Maar ja, het zijn gewoon mijn lievelingsschoenen en ik loop er gewoon heel graag op. Ik heb ze echt elke dag aan en ze zijn echt altijd mijn geld waard. Dus, nou ja, ik schaam me een heel klein beetje, maar ik ben er wel echt super blij mee. En ja, mijn Dr. Martens die ik vorige week heb gekocht, moet er nog binnenkomen. Maar die komen denk ik ook morgen of overmorgen. Dus ja, ik heb nu wel met mezelf afgesproken dat ik voorlopig even geen nieuwe schoenen ga kopen. Want het is wel even goed zo.